In deze video ga ik je laten zien hoe je met een autocue werkt. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers en op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. Wil je daar niks van missen, word dan vooral eventjes lid van dit kanaal. Druk onder daar ergens op een abonneerknop en druk ook eventjes op het kleine belletje, want dan krijg je elke keer melding als wij een nieuwe video uploaden en dat is natuurlijk superleuk. Daarnaast hebben we op onze website een hele leuke nieuwsbrief waar je lid van kunt worden en dan krijg je ook nog een starterskit bij waar je alle basisvideotips op een rijtje krijgt. Super tof. Nou, in deze video gaan we het dus ook over eigenlijk basisdingen hebben, maar dan de basis van autocue gebruiken. En we hebben al een video gemaakt over waarom zou je een autocue gebruiken en waarom ook vooral niet. Want om je eerlijk te zijn ben ik eigenlijk geen fan van de autocue en gebruik ik hem gewoon zo min mogelijk. Maar er zijn toch momenten dat je het wel wil gebruiken. Nou, daar hebben we het in die andere video over. In deze video ga ik je gewoon laten zien hoe je dat dan doet als je hem gaat gebruiken. Nog eventjes een gedachte daarbij. Je hebt hem alleen maar nodig als je in de camera wil praten zoals ik dat nu doe. Ik kijk recht in de lens naar jou. Als jij langs de camera kijkt, nu kijk ik naar onze lamp, heel spannend. En als je dat doet zo, dan hoef je dus geen autocue te gebruiken, want dan kun je gewoon daar aan die lamp, bijvoorbeeld, een papiertje hangen en daarvan lezen. Een autocue heb je alleen maar nodig wanneer je in de lens wil kijken en je wil lezen wat je moet zeggen. Want dan wil je eigenlijk dus de tekst voor de lens hebben, soort van. Maar dat kan niet. Dus daar is een systeempje voor ontwikkeld en dat is de autocue. Nou hebben we niet de originele autocue, zeg maar. In televisiestudio's hebben ze hele grote autocues. Nou, dat hebben wij natuurlijk niet. Maar tegenwoordig zijn er veel simpelere methodes om ook gewoon een autocue mee te doen. En dat is gewoon met een tablet en een autocue houder, zeg maar. Dus ik ga die eventjes opzetten voor je, zodat je kunt zien hoe dat werkt. Ik heb daarvoor de Pad Prompter. Nou heb je nog allerlei andere van dit soort aanbieders. Dus ja, je kunt gewoon op internet ook goedkope uitzoeken. Want dit is niet echt spannende techniek. Dit is gewoon een spiegel eigenlijk met een houder. Want dat is eigenlijk wat het is. Wat je doet met een autocue is dus als je de camera hebt. Het maakt ook niet eens uit wat voor camera je hebt. Wat je wil is dat je de autocue voor de lens zet. Dus als de lens hier is. Dan heb je dus de autocue met een spiegel ervoor. En de tablet ligt daar dan weer onder. Waardoor die de letters op die spiegel spiegelt. Snap je? Nou ja. Als je het nog niet snapt, dan vast aan het einde van deze video wel. Dit ding is het eerste wat je nodig hebt. Ik gebruik hem niet zo vaak dus ik moet even kijken hoe die ook weer werkte. Ik krijg hem nooit goed open. Zo. Je ziet het is vrij simpel ding. Er zit ook een uitleg bij. Heb ik niet nodig, natuurlijk. Nou, nu zie je dat hier, dat hebben ze heel vaak, hebben ze een soort vormpje waar je dan je tablet in kan leggen. Maar zoals je al gezien hebt, heb ik eigenlijk niet een tablet die in dat vormpje past. Maar dat is niet heel erg. Ik gebruik gewoon deze tablet die iets te groot is met deze houder. Dat gaat prima, zolang die maar ertussen past, want hij moet wel hierin kunnen liggen. En dat past net. Dus top. Een kleine tablet is dus ook prima hiervoor. Nou, dit is eigenlijk het eerste wat je moet doen. Dan moet je dus zorgen, kijk hier aan de achterkant... Is een leuk sokje, zeg maar. Daar moet je dus je lens in doen, zeg maar. En dan hebben we dus hier de spiegel. Kun je al jezelf zien daarin? Nee, ik moet iets verder draaien. Ja, daar zie je een soort van dat het spiegelt, maar ik zie mezelf niet. Oké. Want wat je nou moet doen is dus hier de lens in. En dan dat gat dichtmaken, zeg maar. Want hij heeft ook een soort elastiekje. Zie je om het gat kleiner te maken, dus waardoor het licht enigszins wordt buitengesloten. Zeg maar van om de lens heen. Wat ik normaal doe bij dit. Je hebt sommige systemen, sommige camera's hebben van die bars eronder. Dan heb je wel een vrij serieuze camera. En dan kun je dit ding gewoon op die bars. Want die camera heeft dat dus niet. Ik zag Gietje net even kijken. Ja, nee, ik heb dat niet. Omdat ik dat altijd denk, ach, ik heb dat niet nodig. Maar een van mijn kantoorgenoten heeft het bijvoorbeeld wel. Want als je dus een soort railsje onder je camera maakt. Dan kun je daar weer allerlei accessoires op doen. Zoals dit bijvoorbeeld. Alleen ik gebruik dit zo weinig en ook andere accessoires op de camera gebruik ik eigenlijk zo weinig dat ik het niet nodig vind om zo'n rails op de camera te doen. En als je dus rails hebt, dan hang je in feite dit ding op die rails aan de camera. En dat is op zich handig, want op het moment dat je dan de camera verplaatst, dan gaat die autocue meteen mee verplaatsen, zeg maar. Ik doe het dus anders, omdat ik eigenlijk geen camera heb met rails eraan. Ik zal eens even mijn camera op een statief zetten.
Deze heeft hier aan de onderkant twee schroefgaten. Dus kan ik hem makkelijk op zo'n statief als dit zetten. En dan moet je hem dus op dezelfde hoogte zien te krijgen als je camera. En dit is een gedoe, kan ik je zeggen. Want je moet dus eigenlijk, als je dit gaat doen, moet je eerst je camera neerzetten. Zodat je denkt, nu heb ik het shot precies zoals ik het wil hebben. En dan ga je die autocue ervoor zetten. Omdat die autocue ervoor positioneren is ook alweer gedoe. Je kunt dit trouwens niet doen met een te wijde lens. Want als je een lens hebt die zeg maar heel veel ziet, heel wijd is, dan zie je dus dit systeem, dat zie je er dan voor. Dus je moet wel een beetje ingezoomd zijn om dit te kunnen doen. Nou weet ik niet wat het minimum is. Ik zou zeggen alles vanaf 50 of 70 mm ongeveer qua lens. Dat je dat moet gebruiken. Dus met een smartphone bijvoorbeeld denk ik niet dat dit gaat werken. Maar goed, probeer het vooral. Ik trek nu dus een beetje het knoopje aan. Waardoor die wat strakker om de lens komt. Dan komt het punt dat je de tablet wil gaan gebruiken. Ik heb alleen maar een Apple tablet, een iPad. Dus ik gebruik de app Teleprompter Plus 3. Ik weet niet wat de juiste app is voor een Android tablet op dit moment. Maar ik zal eventjes dat wel zetten in het artikel over autocue wat wij op onze site hebben. Dus als je dat wil weten, kijk daar vooral eventjes. Maar er zijn niet heel veel van dit soort apps. Tenminste de laatste keer dat ik ernaar keek. Dus er is niet heel veel keuze. En ik zal de app die ik daarvoor heb eventjes laten zien. Dat is namelijk deze hier in de hoek. Teleprompter Plus 3. Nou, je ziet hier al het overzicht van het programma. Het is vrij eenvoudig. Je hebt gewoon in het midden een scherm met de tekst. Daar kun je je tekst invoeren. Links heb je een schermpje met oude teleprompt dingen die je hebt gedaan. En hier rechts heb je nog wat opties. Wat ik meestal doe als ik dit soort teksten wil gebruiken in die app, dan e-mail ik het naar mezelf. En dan plak ik het liefste geen tekstdocument in mijn e-mail, maar zet ik liefst de tekst gewoon in de body van de e-mail. Want anders moet je weer op je tablet een e-mail gaan openen of een tekstdocument gaan openen. Ik vind dat soms wat lastig. Maar goed, kijk vooral wat voor jou handig is, want uiteindelijk wil je dit doen. Je wil gewoon een stukje tekst selecteren, kopiëren en naar dat andere programma gaan. En hier kun je het gewoon plakken. Paste. Je ziet dat het groene lettertjes worden. Ja, dat is eigenlijk de standaard instelling. Omdat for some reason is groen lekker te lezen. Heb jij daar nog? Nee, dat nou, die hele doos is natuurlijk zwart. Toch? Dus als je daar zwarte letters overheen moet, dan zie je misschien. Nee, kijk, wat hij sowieso doet inderdaad, is dat de achtergrond achter de tekst is altijd zwart. En de tekst is een felle kleur meestal, omdat je het dan goed kunt lezen. Maar ik weet niet waarom groen populair is. Misschien vinden mensen dat makkelijk te lezen of zo. Maar je kunt het ook gewoon wit doen. En groen wel leuk, dat ziet er wel profi uit. Is dat het? Ja. Zijn die dingen omdat ze vroeger altijd groen waren of zoiets? Dat we daarom, weet ik veel. Ik zet hem gewoon weer op groen. You know, lekker fel chemisch groen. En waar je wel op moet letten als je zo'n tekst als dit in deze hierin gaat zetten, dat het een tekst is die lekker loopt. Sowieso zou ik altijd aanraden dat, zeker als je zelf dit gaat lezen, lees de tekst een paar keer goed door van tevoren en haal er alvast gekke dingen uit waar je over zou kunnen struikelen als je het voorleest. Soms merk ik bijvoorbeeld dat er afkortingen in zo'n tekst zitten die niet als afkorting uitgesproken moeten worden. Of nou ja, er zijn nog allerlei andere, bijvoorbeeld tussenkopjes die je helemaal niet uitgesproken wil hebben. En daar kun je toch dan in vergissen. Dus ik zou echt, zet alleen de tekst erin die je echt wil gaan uitspreken. Zet er geen afkortingen in als je die niet wil. Maak er echt meteen spreektaal van. En zorg ook bijvoorbeeld dat er genoeg komma's en punten in zitten. Goede leestekens, want dat heb je nodig om een tekst lekker goed voor te lezen. Dus zeker vlak voordat je gaat beginnen, als je dan hier in dit programma bent, lees die tekst helemaal door. En nou ja, breng nog extra leestekens aan als je dat prettiger vindt lezen. Nou, als je dat dan eenmaal helemaal gedaan hebt, dan doe ik even dit weg. Wat je uiteindelijk doet, is je zegt start prompting. En dan zul je dit zien dat hij gaat die aftellen. Heel spannend. En dan krijg je dit. Hartstikke leuk. Het enige is dat je natuurlijk wel, nu zie je dat, nu kijk je eventjes op mijn scherm mee. Ik ga het even afsluiten. Maar je wil het natuurlijk gespiegeld hebben, want we gaan het hier op een spiegel afspelen. Want je kunt het dus hier dat instellen om het wel of niet te mirroren. Dat wil ik dus wel.
En je kunt de speed instellen. En de grootte van de letters. Zie je, hier kun je de letters kleiner en groter maken. En nog andere lettertypen kiezen zelfs. En hoe groot je de letters moet doen, dat hangt af van hoe ver de persoon van de camera staat. Want hij moet het gewoon goed kunnen lezen natuurlijk. En niet zo gaan zitten kijken van, wat? dus dat moet je gewoon testen ter plekke. De speed zet ik, die kun je hier instellen, maar die kun je ook nog tijdens het afspelen instellen. Laat ik hem eens even op 3,5 zetten. Wat je trouwens ook nog hebt, is dat deze app, die kun je verbinden met een telefoon. Dus bijvoorbeeld als je ook nog een smartphone ernaast hebt, dan kun je die met elkaar verbinden. Waardoor je dus als je dit ding eenmaal hierin legt, dan kun je hem met je smartphone vervolgens bedienen. Wat best wel handig is, want anders moet je hem soms, zit je er zo in te kijken of je moet hem er steeds weer uithalen, wat onhandig is. Dus dat is best wel handig dat je hem ook met een smartphone kunt bedienen. Niet alle apps zullen dat wellicht hebben, dus dat is typisch iets om op te letten als je zo'n app gaat uitzoeken. Nou, ik leg hem erin. Zie je al wat verschijnen, Gietje? Ja? Ja, zeker. Ziet het er cool uit? Oké. Dan druk je dus op Start Prompting. En dan zien we dat we hem verkeerd om hebben gelegd. Ik zag het al, ja. En dit is typisch iets wat ik altijd doe. Dus dan draai je hem gewoon even om. Cool. Nou, Gietje, leest u maar voor. Zorg dat de tekst lekker loopt en spreektaal is. Lees hem van tevoren door en verander zinnen en woorden die je niet lekker kunt uitspreken. Nou. Mail hem naar jezelf, zodat je het ook naar je kaart kan gaan. Dit is, volgens mij is dus de snelheid ook al goed. Ja, want staat, dat is top. Typisch iets wat je nu moet gaan instellen om te kijken of dit... Je kunt trouwens ook, zie je, je kunt gewoon weer heen en weer spoelen eigenlijk erin. Maar die snelheid, die moet even goed afgestemd zijn op de persoon die hem gaat lezen. Want... Als hij te snel staat, dan gaat iemand dus heel snel praten en dan kun je het haast niet bijhouden. Maar dan kan die persoon die dat leest ook het haast niet bijhouden. Misschien ken je wel het verhaal over hoe ze dat bij De Wereld Draait Door, wat net geëindigd is helaas. Maar hoe daar die stijl ontstaan is. Want Matthijs van Nieuwkerk, heb je dat verhaal nooit gehoord? Ik heb het verhaal nooit gehoord. Matthijs van Nieuwkerk die leest dus altijd van een autocue in dat programma. Las altijd van een autocue in dat programma. En het schijnt dat een van de eerste keren dat ze dit gingen opnemen, stond de autocue gewoon te snel. En daarom gaat hij zo snel in het begin. Ja, gewoon omdat dat ooit stond het te snel. En hij deed dat dus toen wel heel snel. En dat was een leuk stijltje, dus toen hebben ze dat gewoon erin gehouden. Ja, als je niet wil dat je presentator daarover struikelt, stem dan eerst even voordat je gaat filmen, stem eventjes de juiste snelheid met elkaar af. Hij zegt nu script complete. En dan kun je zeggen exit of repeat. En wat ik vaak merk is dat als je eenmaal gaat filmen, dat je wel weer tegen dingen aanloopt. En dan kun je altijd weer even eruit en nog weer wat aanpassingen maken hier in je tekst. Als laatste wat ik nog erbij wil zeggen is dat hoe ga je dit nou te werk als je dit gaat doen? Want je moet dus eerst helemaal die voorbereiding doen. Je moet dat ding opzetten. Of eigenlijk begin altijd met je camera goed neerzetten. Zorg dat je shot mooi is. Dan zet je je autocue ervoor. Dan ga je die tablet instellen. Leg je hem neer. Ga je even met de presentator oefenen. Loopt de snelheid goed? Kun je het goed lezen? Zijn de letters op de juiste grootte? Weet je wel, al dat soort dingen. Even goed uitzoeken. En dan is het tijd om te gaan opnemen. En dan moet je eraan denken dat je dus en je camera en de autocue aanzet. Ik heb zelf nog wel een keer gehad dat ik de camera aanzette en zat te wachten van nou, begin maar. En dat die presentator daar stond van... Ja, er is geen tekst, weet je wel. Dus dat is onhandig. Dus je moet niet vergeten dat je de autocue moet aanzetten. Doe dat dan in de volgorde. Eerst de camera en dan de autocue. Want anders heb je dat iemand al begint met spreken, terwijl je misschien de camera nog niet aan hebt. Dus dat is niet handig. Dus camera aan, dan autocue aan. En als je stopt, want het kan best wel, stel dat je een hele lange tekst hebt, dat je halverwege stopt. Dan is het altijd even goed om weer eventjes te kijken, oh, waar waren we gebleven? We gaan weer verder vanaf dit punt. Spoel je hem een stukje terug. Zet je de camera aan en dan zet je de autocue weer aan en dan kan de presentator wachten totdat het op dat juiste punt gekomen is. Tot zover alles wat ik je kan vertellen over een autocue, over hoe je dat gebruikt. Ik hoop dat het duidelijk was, dat je nu zonder twijfel gewoon de autocue kan gaan gebruiken. Mocht je toch nog vragen over hebben, laat ze vooral achter hier onder de video, dan proberen wij altijd ze te beantwoorden. Veel plezier met filmen met de autocue!